Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.